Dag allemaal, lezen voor de lijst. Tommy Wieringa, Joe's Speedboat uit 2014. Een goede samenvatting heb je nodig, die staat op scholieren.com, want er gebeurt veel in deze roman. En ik heb weer geprobeerd om die dingen eruit te halen die niet in een samenvatting te vinden zijn en die toch belangrijk zijn in dit boek. We kijken eerst naar het motto en hoe dat motto in de roman is verwerkt. Het motto is van Musashi, een Oosterse filosoof die nog nooit een gevecht heeft verloren, een samurai. En het citaat is: er wordt gezegd dat de samurai een tweevoudige weg heeft van het penseel, de pen dus, en het zwaard. Nou, dat penseel en dat zwaard komen terug in de opbouw. Die vormen namelijk de twee eerste delen van het boek. En in dat boek schrijft Fransje de geschiedenis van Lomarck op. Dat is het eigenlijke boek. En het zwaard is het verlengde van de worstelarm van Fransje, waarmee hij worstelwedstrijden wint. En het penseel is natuurlijk de pen waarmee hij schrijft. Dan is er nog een derde deel, genaamd En toen, waaruit blijkt wat er van de belangrijkste personen in het boek geworden is. In totaal dus een driedeling in de opbouw. En we zullen straks zien dat die driedeling, dat drie en de driehoek, een belangrijk thema in de roman vormen. Die komen steeds weer terug, die driehoek. De inhoud van de boeken die Musashi heeft geschreven komen vooral terug in het gedeelte Het Zwaard, waarin citaten uit dat boek staan tijdens de worstelwedstrijden van Fransje denkt hij aan die citaten van de samurai. En die begeleiden hem als het ware van binnen en daar put hij kracht uit, daar wordt hij krachtig van. Tweede vraag, met welk genre hebben we te maken? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is namelijk moeilijk te bepalen. Het is een psychologische roman. En het is een ontwikkelingsroman, een coming-of-age roman. Maar vooral een absurdistische roman, vind ik. Een roman waarin veel absurde dingen voorkomen op de rand van de geloofwaardigheid. Bijna wordt het ongeloofwaardig. Als je het zo los tegen iemand zou zeggen zonder dat hij het boek gelezen heeft waar het over gaat, dan zou die zeggen van ja, maar dat komt in de werkelijkheid toch eigenlijk niet voor. Ik noem de belangrijkste. Er is een ik-verteller, daar ligt ook het perspectief, die Fransje, maar die kan niet praten. En vertelt toch de roman, hij schrijft het op. En hij kan maar met één lichaamsdeel eigenlijk werken, dus maar één lichaamsdeel dat het doet. Verder zit hij in een rolstoel en dat is de arm. Nou, als je tegen iemand zou zeggen, ik ga een roman schrijven en dat gaat over iemand die niet kan praten, dan zou die al vreemd aankijken. Het bommen leggen van Joe's Speedboat is iets waarvan je denkt, nou, op de rand van het geloofwaardige, dat geen gevolgen heeft. Hij raakt wel twee vingers kwijt trouwens, maar dat het verder geen juridische gevolgen heeft bijvoorbeeld, is zo'n punt. Wat het een beetje ongeloofwaardig maakt of absurd, laat ik het zo zeggen. De familie Eleveld die in het boek voorkomt, die tot, ik geloof, twee of drie keer toe een bombardement krijgt te verduren, waardoor die hele familie wordt uitgeroeid. Nou, dat is toch wel bijna tragicomisch, hè? Engel, die figuur, die een hond op zijn hoofd krijgt en daardoor overlijdt. Ik vond het ook wel heel humoristisch, maar tegelijkertijd toch wel een beetje onwaarschijnlijk. De muizenstad op de kermis, daar heb ik nog nooit van gehoord, maar misschien ligt dat aan mij, kom ik te weinig op de kermis. De verdwijning van Mafouche, die Egyptenaar, die
zomaar met zijn boot verdwijnt en waar er geen spoor van teruggevonden wordt. Ook wel heel erg onwaarschijnlijk als je met een boot de rivieren afgaat dat ze je na 1 of 2 dagen niet terug kunnen vinden. Joe Speedboat die met een shovel meedoet aan de Parijs-Dakar rally. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal het toppunt. Een shovel die meer dan 100 kilometer kan rijden, per uur kan rijden. Dat is nogal wat. Met andere woorden, ook nog het eigenhandig een vliegtuig bouwen. Het is eigenlijk absurd voor woorden en toch, en dat is ontzettend knap van die Tommy Wieringa die schrijven, toch geloof je daarin. Toch heb je geen moment het gevoel dat je in een sprookjesachtig verhaal zit te lezen dat eigenlijk niet kan, wat niet geloofwaardig is. Hij kan die geloofwaardigheid op een hele knappe manier in stand houden. Hij heeft trouwens wat het vliegtuigbouw betreft ook zelf lessen genomen hoe je dat moet doen. Dus hij kan het ook wel overtuigend opschrijven. Bij wie ligt het perspectief? Nou, het ligt dus bij Fransje, die niet kan spreken. En hij schrijft de geschiedenis van Lomarck, plaatsje op in talloze cahiers. En pas in deel 3 van de roman, en toen, merken we dat het om 1 grote terugblik gaat. Het lijkt dat het perspectief 1 keer doorbroken wordt. Van Fransje, en dat is bij het verhaal van de moeder van Joe, Regina Ratzinger, die haar liefde voor die Mazur beschrijft en hun ontmoeting in Egypte. En daar had ik het idee van, ja, hier is toch een alwetende verteller aan het woord en niet meer zozeer die Fransje. Maar misschien ligt het aan mij. Overal wordt gezegd dat Fransje de ik-verteller is, dus daar houden we het maar op. Wat is het belangrijkste kenmerk dan van die ik-verteller? Nou, hij is gekluisterd aan een rolstoel, die kan niet bewegen. In tegenstelling tot zijn grote vriend Joe Speedboat, die juist van beweging houdt, van verbrandingsmotoren, vandaar ook zijn naam. Hè, die verbrandingsmotoren en die beweging, die kinetische energie, die vindt hij belangrijk. Hij zal allerlei monstrueuze machines gaan bouwen, terwijl Fransje zelf het slachtoffer geworden is van een machine, want hij is onder het wiel gekomen van een enorme grasmaaier en daardoor is hij zwaar gehandicapt geraakt. Fransje is, net als Joe overigens, een groot observator, een waarnemer. Niet een kijker, maar een waarnemer, daar is verschil tussen. Waarnemen is sterk en zien is zwak, wordt er in het boek gezegd. Hij heeft niet toevallig een telescoop. Hij heeft veel van de strategische blik uit de werken van Musashi. Daar komt hij weer, die samurai. Wat Fransje waarneemt, dat schrijft hij op. En dat is wat wij eigenlijk te lezen krijgen. Dat waarnemen speelt ook een rol in het waarnemen van de tegenstander bij het armworstelen. Daar put hij ook kracht uit die Oosterse wijsheid. En daar haalt hij ook verschillende overwinningen. Er is 1 ding wat ik uit de recensies gehaald heb, wat ik zelf ook wel gezien had, maar niet zo duidelijk op gelet had. En dat is het feit dat er in deze roman steeds driehoeksverhoudingen een rol spelen. De driehoek letterlijk, maar ook driehoeksverhoudingen tussen mensen. En ik som er een paar op. Volgens Joe Speedboat zelf is bij het construeren van iets de driehoek de basis voor de sterkste constructie. En dan valt het minder snel uit elkaar allemaal. De ellebogen en de handen van 2 tegenstanders vormen een driehoek bij het armworstelen. Joe, Christophe en Engel, dat is een echte vriendschapsdriehoek met Fransje als observator erbuiten, buitenstaander. En later, als Engel doodgaat doordat hij een hond op zijn hoofd krijgt, wordt het de driehoek Joe, Christophe en Fransje. Joe verbreekt de driehoek als hij met PJ slaapt. Als hij seks heeft met PJ als ze onderweg zijn naar zo'n warm armworstelwedstrijd of op de terugweg.
Omdat Joe, Fransje en Christophe alle drie seks hebben met PJ, komen ze samen in haar schoot. Zo staat het er. Dat is ook weer zo'n soort driedeling, drie indeling, driehoek. Fransje leert PJ kennen via een derde figuur, de schrijver Arthur Metz, die een relatie met PJ heeft gehad en die straks nog terugkomt als verklaarder van de psyche van PJ. Ja, de vraag is natuurlijk, wie is die Joe Speedboat nou precies? Nou, hij komt als een komeet Lomarkt binnen, in de vrachtwagen van zijn vader. Zijn vader komt erbij om, want hij rijdt een huis binnen. En Joe is een van de Lomarkt jongens geworden. Een samurai, staat er letterlijk in de tekst. Een hun, een steppenruiter. Een tovenaarsleerling met ontwrichtende ideeën, letterlijk en figuurlijk. Angst en conventies hebben geen greep op hem. Hij is een soort lichtbrenger, staat ook verschillende keren. Dus hij zal, Fransje heeft het idee dat hij de wereld voor Fransje aangenamer, interessanter, boeiender gaat maken. Hij zal de sleur doorbreken. Hij heeft pas laat belangstelling voor meisjes en voor PJ. Aanvankelijk doet hem dat niet veel, maar pas op reis met Fransje moet hij iets op haar kamer ophalen en dan slaapt hij met haar. Joe is net als Fransje een van de weinigen die Fransje ziet. Dat zien heeft weer een rol. Hij heeft licht in zich, zegt Fransje. Joe is gefascineerd door voertuigen en beweging, door kinetische energie. Hij trekt zich van niemand iets aan en gaat zo zijn eigen weg. En je kunt in de samenvatting wel lezen wat hij dan allemaal voor dingen uitvreet. In zijn coma denkt Fransje als over een held, over iemand die verwarring zaait en vrolijkheid brengt. Die de nieuwe tijd draagt als een zwaard. En dan blijkt dat ze aan zijn bed het over Joe Speedboat hebben. Dus dat is Joe Speedboat, die held. Ten slotte in een roman verliest hij veel van zijn bravoure. Die ondergang of verdwijning van Jody begint, en dat is heel belangrijk om te weten, met het ontdekken van zijn naam. Via het paspoort die PJ vraagt in een hotel, kijkt ze naar zijn naam en hij heet Achiel Ratzinger. Achiel heeft iets te maken met Achilles. En de Achilleshiel is je zwakke plek. Dus daar hebben we zijn zwakke plek te pakken. Hij moet zijn eigenlijke naam vrijgeven. Hij heeft het aura van onkwetsbaarheid verloren. Toch kan Fransje zich door de aanwezigheid van Joe niet onttrekken aan het alledaagse leven. Dat blijkt nu, hè? Want hij is weggegaan. Uiteindelijk, na zijn Sahara-avontuur, die rally naar Parijs-Dakar, verdwijnt Joe. Zeker nadat hij gemerkt heeft dat PJ hem ontrouw is. Hij komt nog een keer waarschijnlijk terug op PJ's bruiloft. En dan komt hij met een vliegtuig met daarachter een enorme vaan waarop staat Hoer van de Eeuw. En dat is dan zijn explosieve afscheid. Laatste punt. Wat is het tragicomische van PJ? Nou, ze slaapt met de drie jongens en ze trouwt met Christophe, maar blijft seks hebben met Fransje. Als Christophe in het buitenland is, gaat ze naar Fransje en heeft ze seks met hem. De schrijver van het boek Hoer van de Eeuw, Arthur Metz, heeft in dat boek daarvoor een verklaring gegeven. PJ leidt aan bulimia nervosa. En dan moet je veel overgeven om wat je hebt binnengekregen weer uit te kotsen, om daarmee te lijnen. Ze kent geen intimiteit, daar kan ze niet mee omgaan met intimiteit. En daarvoor in de plaats stelt zij als vervanger seksualiteit, seks. Daarom gaat ze met verschillende mannen naar bed. Daarom is ze ook moreel onbetrouwbaar. Dat klopt, blijkt aan het slot van de roman. Want Fransje vertelt dat ze, terwijl ze met Christophe getrouwd is, het toch doet met Fransje.
Ze is uiteindelijk alle mannen en ook Joe de baas. Samengevat, een ontzettend knap en onderhoudend geschreven roman. Waarin veel literaire verwijzingen zitten. Ik heb er een paar genoemd, van die driehoek is erin gestopt. Die Oosterse wijsheid zit erin. Joe wordt als een soort messias in dat boek geïntroduceerd. Wat ook ontzettend knap is, dat wat ongeloofwaardig is, als je het los van het boek zou vertellen, dat wordt geloofwaardig in dit verhaal. Je wordt meegesleept door de vertelkunst van een topauteur. Hè? Je gelooft er gewoon in. Terwijl als je er rustig over nadenkt, dan stel je vast, ja, dit is eigenlijk te gek voor woorden. Dit is te absurd om waar te zijn. Dat is het ongelooflijk knappe van dit prachtige boek. Dit was het weer. Vond je het wat en heb je er wat aan gehad? Druk dan even op de like-button. En misschien moet je ook eens rondkijken op mijn kanaal of je abonneren. Want we gaan verder met boeken bespreken. En ik ga proberen om de mensen die mij al een hint gegeven hebben wat ze graag willen horen, om dat ook die boeken ook te bespreken. Maar die moet ik dan even kunnen reserveren in de bibliotheek. Dus dat kost even tijd. Dan moet ik soms even een paar weken wachten voordat ik aan de beurt ben. Ik wens jullie een fijne dag. En ik hoop dat het je helpt om een goed leesverslag te maken of je tentamen goed te doen. Of anderszins een spreekbeurt misschien die je over het boek houdt. Ik wens je daarbij alle succes. Dank je wel.